Vanuit het ziekenhuis de natuur in. Vanaf vandaag is dat voor patiënten van het Martini ziekenhuis mogelijk. Het ziekenhuis denkt dat dit sneller leidt tot genezing bij de patiënt. Alle patiënten, ook die in een rolstoel, kunnen vrij gebruik maken van de nieuwe vogelkijkplek en wandelroute bij de nabijgelegen Pickarthofplas. Het is wel rolstoel toegankelijk, dus dat is natuurlijk wel een voorwaarde voor een aantal mensen. En iedereen kan hier volgens mij prima rondlopen of rondrijden, dus volgens mij zijn daar geen obstakels. De kijkplek en wandelroute zijn met hulp van Natuurmonumenten en het Martini ziekenhuis gecreëerd om zieke mensen te laten genieten en rusten in de natuur. We hopen dat het een plek is waar ze zich even kunnen terugtrekken. Het is natuurlijk niet altijd goed nieuws wat er in een ziekenhuis wordt gebracht. En dat ze hier even tot zichzelf kunnen komen en ook van de mooie dingen van het leven kunnen genieten. Het informatiepaneel bij de plas werd onthuld door gedeputeerde Wiebe van de Ploeg van GroenLinks en bestuurslid Paul van der Wijk van het Martini ziekenhuis. Ook werd de naam van het nieuwe wandelpad, het Paaipad, onthuld. Leerlingen van groep 4 en 5 van basisschool Boerhaven hielpen bij de opening. De leerlingen stonden langs de kant van het pad met zelfbeschilderde keien waarop diverse dieren afgebeeld waren. Dat is hartstikke leuk, dat is ook op een dag als deze hartstikke leuk. Iedereen heeft de beesten gemaakt om te laten zien wat er hier allemaal leeft. En ik denk ook dat het voor kinderen een prachtig speeltuin is. De vogelkijkplek en wandelroute bij de Pickarthofplas zijn niet alleen voor de patiënten van het Martini ziekenhuis en buurtbewoners toegankelijk, maar ook voor andere Groningers.